wat voor muziek luister je wel? Reggaeton. Echt? Oh, dat vind ik verschrikkelijk. Oké, tot zover. Woest aantrekkelijk. Een en al seks. En onweerstaanbaar voor alles met een hartslag. In mijn fantasie verover ik elke man waar ik mijn blik op werp. Maar in werkelijkheid durf ik niet eens oogcontact te maken. Tijd om mijn angst te overwinnen en een echte flirt te worden. En dus ga ik vanavond op elke man afstappen waar ik mijn oog op laat vallen. Oké, de avond dat ik mezelf volledig voor schut ga zetten is aangebroken. En ik weet niet waarom, maar ik heb al zoveel dingen gedaan voor spuiten en slikken. En ik heb als dominatrix gewerkt, als sekstelefoniste. En op een of andere manier voelt dit als het engste wat ik ga doen. Terwijl het zo normaal hoort te zijn om gewoon iemand aan te spreken en een complimentje te geven. En te laten zien hoe leuk ik zelf ben. Dus ik weet niet waarom ik bijna moet kotsen, maar ik ga het gewoon doen. Oké, wacht. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik moet flirten. Ik heb hulp nodig. En degene die mij daar perfect bij kan helpen is Mainu. Zij is single coach en geeft flirtworkshops. Hey, maar ik ben heel blij dat je er bent vandaag. Alleen voorheen had ik dus geen idee dat er iets als een single coach bestond. Nee. Hoe kan dat eigenlijk? Dat nou, we zijn er ook nog niet zoveel. En okay. Er heerst toch een beetje een taboe op. Iedereen heeft bijna een coach voor alles. Hè? Dus ook voor werk en zo is het heel normaal om te zeggen. Maar een relatie, daar schamen mensen zich vaak een beetje voor als ze daar hulp bij zoeken. Terwijl, liefde is bijna het moeilijkste wat er is natuurlijk. Want er zijn niet zoveel, voor niets dat zoveel mensen weer uit elkaar gaan of single zijn. Want het is natuurlijk heel precair allemaal. En waarom is het belangrijk om gewoon te kunnen flirten? Nou ja, kijk, mensen zitten natuurlijk steeds meer op die dating apps. Alleen heel veel mensen hebben daar ook een soort haat-liefde verhouding mee. Want ze vinden het ook vaak verschrikkelijk als ze het weer een tijdje doen. Ja. En het is natuurlijk heel jammer als je dan live iemand leuk ziet voorbij komen. Dat je daar niks mee doet. En dat je alleen maar afhankelijk bent van die apps. Nee, ik kan niet in het echt swipen. Of dat kan wel. Maar dan denk ze, wat is dat voor rare. Precies. <Ja. laughs> Dus het is heel fijn als je ook gewoon weer op een fijne manier contact kan leggen. Ja. En dat je ook weet van hoe kan ik laten zien dat ik jou aantrekkelijk of leuk vind. Ja, want zou je zeggen dat een goede flirt het begin is van elke potentiële liefdesrelatie? Nou, bij veel wel. Ja? Ja, ik zie vaak als mensen het helemaal niet kunnen, dat ze eindigen als goede vrienden. Ze komen in de friendzone, omdat ze wel goede gesprekken voeren, maar dat de aantrekkingskracht niet komt. Oh, jongens, sorry, dit is zo awkward. Zou je dan zeggen dat jij een soort van super flirt-expert bent die iedereen verliefd kan maken? Nou, ik denk wel dat veel meer mensen dat flirt helemaal niet zo ingewikkeld is. Dus dat heel veel mensen denken, nou, je moet echt een femme fatale zijn om dat te kunnen. Yeah. Maar het is eigenlijk best wel luchtig. Het zijn vooral non-verbale signalen. En als je daar een beetje mee kan spelen, kan inderdaad iedereen bijna flirten. Oké, goed om te horen. Oké, de cursisten zijn allemaal binnen en ik heb er heel veel zin in, want ik hoorde net dus dat iedereen kan leren flirten en dat het vooral heel belangrijk is om dit ook in het echte leven te kunnen en niet alleen online, want ik word gek van alles online. Ik vind het zo cringe, maar ik vind flirten in het echt ook cringe, dus ik hoop dat ik daar een beetje overheen ga komen en straks als een soort van Hugh Hefner door het kantoor kan lopen met een harem om me heen vol allemaal mannen die ik heb versierd. Wat willen jullie nou leren of waar zit jullie belemmering? He, misschien zeg je van nou, ik kan het eigenlijk wel, behalve als ik echt iemand heel leuk tegenkom of ik pik überhaupt nooit een flirtsignaal op. Dus wie wil daar iets vertellen over wat hij hier komt doen? Nou, ik krijg echt gewoon error bij flirten. Mm-hmm. Dus volgens mij ben ik ook daarom hiervoor uitgenodigd door Diva. Want ik herken het niet. Ik snap niet wanneer iemand met mij flirt. Ja, ik vind het altijd een beetje lastig. Om, zeg maar, als ik iemand leuk vind of ik zie iemand staan om er echt zelf op af te lopen. Ik ben wel benieuwd hoe je het door kan hebben als iemand het juist leuk vindt of juist niet leuk vindt. Diva, wil jij ook iets vertellen over wat je wil komen leren vandaag? Ik heb eigenlijk van jullie allemaal een combinatie. Ik heb ook als ik heb gedronken, dan maakt het me allemaal niet uit. Maar, en sowieso
ben ik wel makkelijk in de omgang. Maar als ik echt iemand zie dat ik denk, oh, die is interessant, dan op een of andere manier verdwijn ik dan gewoon. En daarna baal ik. Dan denk ik, ja, hoe had die man ooit kunnen weten dat ik hem interessant vond als ik gewoon uit zijn zicht verdwijn? Ja, maar ik weet even oprecht niet wat ik moet zeggen. En ik had hier een beetje kort opgeschreven welke drie functies flirten eigenlijk heeft. En één daarvan is laten zien, ik ben open en benaderbaar. Hey, mag ik wat vragen? Tuurlijk. De tweede is, ik ben geïnteresseerd in jou. Oh. Wat is je naam? Gilles. Gilles? Ja. Hoi, ik ben Lieve. Dus daarmee geef je ook met dat iets langere oogcontact. Zo direct komen we nog veel meer. Maar dan laat je zien, ik vind jou ook heel leuk. Oh, nee. 150 uur aan handstitch werk. Wow. Dat is 100% gerecycled. Maar de derde is ook, ik ben aantrekkelijk. Vind je er echt heel leuk uitzien? Zou ik misschien je nummer mogen? Als je echt als vrouw wat meer vrouwelijk je voor wil stellen, dan zou je eigenlijk in non-verbale kant kunnen laten zien dat je alles een beetje schots en scheef maakt. Dus in plaats van dat ik zo sta, ga ik misschien een beetje zo staan. Dus ik doe mijn hoofd scheef en ik doe mijn heup scheef. En ik doe een beetje lachen. Dus ik word van zo, ik zo. Waar we een beetje mee gaan spelen in deze ronde is de vrouwelijkheid en mannelijkheid. Dus kies er ook voor van, oké, ik ga even met die vrouwelijkheid spelen. Of ik ga me juist heel groot maken en ik ga echt even laten zien dat ik er sta. Even kort gaan we oefenen met, ik ga net die vrouwelijkheid erin gooien of juist die mannelijkheid. En kijk ook even, hoe is dat voor de ander? Ik ben Lieve. Hey. Hi, ik ben Lieve. Hey. Hey. Hey, ik ben Lieve. Hey, look at me. Hoppa. Hey. Hoi, Thijs. Ik ben Lieve. Hi. Ik ben heel benieuwd hoe het voelde en hoe het overkwam als iemand anders het deed. Ik had wel bij sommige ontmoetingen dat het meer collegiaal voelde dan een beetje flirty. En hoe kwam dat? Nou, misschien dat toch dat een beetje snel weglopen. En ik had bij Thijs bijvoorbeeld, jij zei dag. Sorry, maar dat. Hi, dag. Dat was wat meer, ja. Het is eigenlijk wat afstandelijker, hè? Dag zeg je eigenlijk tegen iemand die je niet kent. En op het moment dat je wil zeggen, hey, wat leuk om jou te zien, dan helpt het ook om dat uit te stralen. Van, hey, Diva. Ja, dan is het al meteen, oh, wat leuk om jou te zien. En om daar meteen even op door te gaan, het oogcontact, want dat is eigenlijk een van de belangrijkste flirtsignalen. Eigenlijk wel de belangrijkste. En daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan, wat oogcontact allemaal teweeg brengt. Bijvoorbeeld op het moment dat je ergens nog bent en je hebt nog niet met iemand gepraat. Bijvoorbeeld op een festival of een feestje. Dan is het best wel moeilijk om meteen op iemand af te stappen. Maar daar kan je met oogcontact kan je al signalen geven van ik vind jou leuk. Woon je hier in Amsterdam thuis? Ja, ik woon 2 straten verder. Oh. Dit is ook een heel makkelijke manier om niet afgewezen te hoeven worden. Want op het moment dat je de ander niet terugkijkt of niet jou op jou afkomt, dan weet je ook van niet geïnteresseerd. Nou, dan hebben we nog een heleboel flirtsignalen die specifiek voor vrouwen zijn. Vrouwen spelen niet alleen met zichzelf, maar ook met hun ketting en hun glas. En, hè, dus ze gaan heel vaak bijvoorbeeld, ja, ik heb hier niet echt een glas, maar dan gaan ze zo met hun vinger zo over een glas zitten. Of ze gaan heel erg met hun kettingtje de hele tijd spelen. De mannen hebben eigenlijk wat minder. En dat is wel jammer, maar ze kunnen wel die algemene gebruiken. Hè? Maar bij mannen zie je heel vaak van zelfvertrouwen uitstralen. Langer en breder maken en ook sociale status zichtbaar maken. Zeker in hetero-contacten zie je heel vaak dat vrouwen zich onbewust aangetrokken voelen door een man die midden in zijn vriendengroep staat. Oké, tot nu toe heb ik al veel bruikbare informatie gekregen, maar hebben mensen op straat nog tips voor mij? Ik ga op pad om te horen wat hun beste pick-up lines zijn. What is the best pickup line you've ever used or heard? I'm writing an essay on the finer things in life. Could I have you for an interview over dinner? Whoa!
Are you a cat? Because you're perfect. Ooh, I like that. Mijn hobby is puzzelen en jij bent het laatste stukje dat ik zocht. Wat is de slechtste openingszin die je ooit hebt gehoord? Weet je wat mijn shirt van is gemaakt? Boyfriend and girlfriend material. Ooh. Is het hier nou zo warm of ben jij zo heet? Hey, goede beweging ook. Als ik voor jou kook, ben jij dan mijn toetje? Je bent geen paard, maar ik wil je wel bereiden. Liet je net een scheet? Want je hebt me omver geblazen. Ik ben wel even benieuwd van, wat vinden jullie nou leuke openingszinnen? Nou ja, ik heb een leuke, vind ik. Dan maak ik hier een scheurtje in. En dan zet ik deze zo op mijn neus. En ik ga nu even met jou flirten. Dan loop ik zo neer. En toen zeg ik, kan jij kap met gooien? Ja, ik zie jou de hele tijd gooien. Ik ga de vierde keer van en hij werkt op zich wel. Ja, dat snap ik. Ja, ik heb ook wel leuk. Of leuk, ik vind hem heel... Hij is eigenlijk heel slecht. Ik ga, dan moet je op iemand afstappen en dan vraag je, heet jij toevallig Freek? Ik zeg, nee, wat dan? Want ik voel wel de vonk. Er zijn namelijk 3 dingen die mensen fijn vinden als ze benaderd worden. En de eerste is gewoon heel simpel, hoi zeggen. Hi, ik ben Diva. Hoe heet jij? Teun. En de tweede is heel makkelijk, namelijk je zegt iets over de omgeving of iets wat jullie gemeenschappelijk hebben, waarom jullie daar allebei zijn. Ik ben net nieuw in Amsterdam komen wonen en ik vroeg me af waar het leuk is om uit te gaan. Jullie bij? Ja. Lekker, ja. De derde is iets rechtstreekser, dat is namelijk een compliment geven. Ik vind het zo brugvet. Alleen, mensen vinden niet elk compliment even leuk. Dus met name vrouwen zijn over het algemeen iets kritischer over de complimenten die ze krijgen. Dus ik ben ook even benieuwd naar jullie, misschien Diva, kan jij er wat over zeggen? Welke complimenten zou jij nou leuk vinden om te krijgen en welke zeg je nee, laat maar. Nou, ik kan me voorstellen dat goede tieten of dikke jopen niet werkt, maar dat hoor ik nooit. Nee, geen tieten. Dus misschien iemand anders. Nee, maar die werkt in ieder geval niet, hè. En echt iets over het lijf van die persoon te zeggen is meestal al redelijk precair. Dus als het een compliment is, dan willen ze vaak iets horen over iets waar ze wat aan kunnen doen. Het kan bijvoorbeeld wel zijn van, nou ja, je hebt een leuke jurk aan, omdat die jurk heb je over nagedacht. Mm. Hè? En die is dan fijn. Uitstraling zit een beetje tussenin, vinden mensen ook nog wel fijn. Maar het kan ook zijn van, oh, je danste zo leuk. Of, oh, je had volgens mij net wel heel erg lol. Hè? Dan is het een positief compliment over iets wat iemand doet. En dan wordt het wel gewaardeerd. Bij mannen is het wat anders, want mannen die zijn een stuk minder kritisch op de complimenten. Die vinden het over het algemeen sowieso al leuk als ze een compliment krijgen en als ze überhaupt worden aangesproken. Dus hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van de flirtworkshop. En ik hoop dat jullie hier iets van kunnen gebruiken voor jezelf waar je je comfortabel genoeg bij voelt. Maar waar je ook een klein beetje uit je comfortzone gaat, zodat het ook spannend wordt. En dan wens ik jullie veel succes. Oké, ik zie daar een jongen op me afkomen en hij is alleen. Dus ik ga ervan uit dat hij geen vriendin heeft. En ik ga mijn beste openingszin gooien. Hey. Hey, mag ik wat vragen? Tuurlijk. Is jouw naam Freek? Nee. Oh, want ik voel een vonk. Leuk. Leuk, ja zeker. Waar ga je naartoe? Je bent alleen. Ja, nee, ik ga even die kant op. Kijken of ik weer een biertje kan drinken. En dan, Eentje? In mijn eentje, ja. Zal ik met je mee anders? Goed? Ja? Ja, oh, zeker. Gezellig. Leuk. Voor mij? Hey. Hi. Nee. Ik ben net nieuw in Amsterdam komen wonen en ik vroeg me af waar het leuk is om uit te gaan. Hier in de pijp? Ja? Lekker. Ja? Vleesvogel. Hammies heb je hier, paardje. Allemaal leuke dingen. Waar ga jij meestal naartoe? Meestal naar de Pilsvogel, denk ik. Ga je daar vanavond ook heen? Ja, waarschijnlijk wel. Ja? Oké, leuk. Zie ik je daar. Doei. Ja. Hoi, ik ben Diva. Hoi.
Hi, hi, ik ben Diva. Hi, Diva. Hebben jullie het naar je zin? Ja, zeker. Ja? 100%. Lekker borreltje op de donderdag. Lekker borreltje. Oh, ik zie het. Je hebt wat shootjes gedaan. Ja, nou, wel met tegenzin, maar... Hoezo met tegenzin? Nou ja, ik kom morgen wel gewoon nog naar kantoor, dus... Echt? Ja. Waar werk je? In Leiden. In Leiden? Ja. Dus je bent niet alleen... Sorry, ik was... Oh, jongens, sorry, dit is zo awkward. Nee, je maakt het zelf awkward. Ja. Ik maak het zelf awkward, ja, hè? Je doet het hartstikke goed. En jij wil zeggen dat je nog nooit hebt gebeurd tijdens het uitgaan. Nou, niet nuchter. Niet nuchter? Oké, okay, maar dan moeten we daar iets aan gaan doen. Ja, er kunnen nog wel 3 bier bij. We kunnen nog wel 3 bier bij, ja. Echt? Gezellig. Zal ik bij jullie komen zitten dan? Natuurlijk, kom lekker bij zitten. Joh. Nou ja, proost. Proost. Dankjewel. Wat voor muziek luister je wel? Ik hou van Daddy Yankee. Reggaeton. Echt? Oh, dat vind ik verschrikkelijk. Oké, okay, tot zover. Ja. Hey. Hi. 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 Ik liep net langs, maar ik moest echt teruglopen, want ik vind je er echt heel leuk uitzien. Zou ik misschien je nummer mogen? Oh, ik heb een vriendin. Oh, jammer. Oké, okay, je vriendin heeft heel veel geluk. Dankjewel. Fijne avond. Het zit er op de avond des hels. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het nu het erop zit. En de laatste paar keer vond ik het echt leuker. En het is gewoon de eerste paar keer als je iemand als dat heel ongemakkelijk. Omdat je het gewoon niet gewend bent om te doen. Maar als je er eenmaal een beetje in komt, dan voelt het ook gewoon leuker om te doen. En ik snap nu waarom mensen zo comfortabel zijn op dating apps. Want het is gewoon zo op afstand. En het is nog niet heel... Het voelt nog niet echt. Maar als je gewoon... Echt aan het flirten bent, dan is het eigenlijk best wel leuk. Het is een leuke toevoeging aan je leven. Dus ik denk dat ik dat vaker ga doen, oprecht. En ik heb heel veel gehad aan de cursus, want het belangrijkste is eigenlijk gewoon zelfvertrouwen en aardig zijn. En het idee van het ergste wat je kan gebeuren is dat je iemand een complimentje hebt gegeven. En dat vindt niemand een probleem.